Hallo, ik ben terug met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. En ons doel is, ik weet niet eens het doel, want ik heb vorige keer zo snel afgesloten. We moeten op het einde van jaar 3 500 bezoekers in ons park lokken met een rating van 600. Dit zijn een beetje de makkelijke levels, maar ik denk hoe verder je komt, hoe lastig het wordt. Maar dit gaan we zeker wel halen. Tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Kijk, er komen gasten naar het park, naar ons nieuwe park. En we gaan eerst even de oppervlakte kijken. Het is een soort van watermeer. En dat meer, dat wordt hier afgesloten, want dit is natuurlijk de ruimte die je beschikt. En hierachter loopt het nog een beetje door. Nou, als we genoeg geld verdienen, kunnen we zelfs dit land nog een beetje opkopen op verschillende delen, zodat we het groter kunnen maken. Maar laten we eerst beginnen met een basis. En ik ben slim en ik doe soms stukjes pad, doe ik weghalen. En waarom doe ik dat? Omdat dan mensen sneller verdwaald raken. Kijk, ze lopen wel een rondje, maar ze kunnen wel zoiets hebben van, waar moeten we heen? Ik zet het liever even af. Ik wil nog eventjes beginnen weer met... Ik ga dit keer gewoon met een reuzenrad beginnen. En dat zijn gewoon een beetje de beginattracties, weet je wel. Je hebt die gewoon nodig in het park. En ja, afijn, die moeten gewoon erin staan. We moeten natuurlijk met stevige prijzen beginnen. En ja, dat is gewoon logisch. We gaan dit keer rode paden maken. Ik vind het wel leuk. Ik vind het helemaal mooi. En ik vind ook dat we zometeen het park moeten opengooien. Want ja... Het is wel fijn dat het weer zo'n lekker groen park is. Ik heb het al een beetje gehad met die desert. Vind je niet? Ja, ik heb het wel gehad. Ik vind het wel welletjes. Ik vind het wel leuk op zich. Maar ja, het heeft... ik weet niet, het heeft zijn nadelen. Nou, ik plaats natuurlijk om te beginnen ook weer gewoon lekker een drinkkraampje. 1,20 maak ik het drinkkraampje. En een wc'tje. Plaatsen gewoon... We kunnen de 3 plaatsen hier, dat is mooi. Die wc, dan maak ik toch wel even 10 cent. En waarom? Omdat ik... Ja, ik moet toch een beetje opkomen, hè? Ik ben een beginnend parkje. Nou, ik ga een lekkere snoepautomaat. Wat is het dat je een lekkere lolly kan halen met 1,20? Ik plaats hier wat bankjes, alvast dat mensen kunnen chillen. En ik plaats een paar van die mooie prullenbakjes. En leuke lantaarnpaaltjes. En er komen een aantal mensen op het park. We hebben al 7 gasten, jongens. Nou, dat reuzenrad gaat dadelijk vol zitten, hoor. Ja, de achtbaan moeten we voor sparen, maar wel nee. Ik krijg gewoon gelijk. Ik wil de Chocolate Log best wel doen. Is wel heel erg commercieel, omdat ik hem al eerder had gedaan. Ja, we kunnen ook de Mantje Muncher hebben we ook gedaan. We kunnen ook gewoon de Junior Express doen. Ja, ik vind het wel. We doen gewoon de Junior Express. Gaan we even een locatie vinden, want ik vind op het water vind ik hem ook wel heel mooi staan altijd. Ik vind het raar dat ik hem niet kan plaatsen hier trouwens. Hier wel. Oh, waar kon ik hem plaatsen? Hier. Ja, maar dat is niet mooi natuurlijk. Even een locatie zoeken. Ik denk dat hij hier ook wel kan. Ja. Zeker weten. Hier zou die kunnen. Maar ik wil het liefst een beetje hier in de buurt. Dat zou mooi zijn. Kunnen we hem echt niet hier plaatsen of zo? Kom op, mensen. Ik ga het gewoon proberen. Wie niet waagt, wie niet wint. Nou, oké. Okay, we plaatsen hem hier. Ik vind het helemaal goed. Huppakee. Huppakee, zo. Dit is een mooie plek. En oké, ik open dat stuk tot hier. Dan kunnen mensen daar ook lopen. Huppakee. Wat had afgesproken? Rode paden. En misschien is het een beetje raar, maar ik maak deze attractie gelijk maar 6 euro. Want ja, ik denk dat deze attractie best wel 6 euro waard is. Het is een best wel leuke rit. Compact. Ik weet niet of die 2 rondjes gaat. 2 rondjes, Amula. Jij gaat lekker 1 rondje. Dag. Ferris wheel. Waarom gaat er niemand in de Ferris wheel? 1,20. Kom op. Wat geven mensen voor reactie aan? Ze willen in wat engers dan... Oké. Nou, zoals je ziet hebben we nieuwe handymans. Nou, nieuwe handymans. Ze hebben nieuwe pakjes aan. Geen rode pakjes, maar groene pakjes. En de monteurs hebben dit keer rode pakjes. Ik heb het niet gedaan. En de olifantje zet ik neer... Bij de ingang van het park. En dan mag hij de boel gaan entertainen. Dit stuk. En dat stuk zo. Dus als er mensen binnenkomen. Dan kan hij even met zijn slurf gaan slingeren of zo. Hij mag van alles doen. Als het maar niet zichtbaar is voor mij. Dan vind ik het goed. Nou, het draaimolentje is natuurlijk wel eventjes een attractie. Een must attractie.
Sommige mensen zullen waarschijnlijk de video wegklikken. Sommigen denken, Vincent, dit is een goede keus. Maar de Ferris wheel moeten we zeker hebben. Ik zal de wachtrij dit keer niet al te lang maken, aangezien deze attractie toch niet zoveel mensen gaat trekken. En ik ga het gewoon eens anders doen. Geen muziek voor deze. Wel muziek. Nee, geen muziek. Geen muziek! Nee, ik klik verkeerd. Jongens, ik word schil. Ik speel te lang rollercoaster. En ik vind dat de reuzenrad mag een liedje hebben. En dat liedje mag Candy zijn. En waar staat Candy? Kijk, dit is een gezellig liedje. Als je binnenkomt in het park, zou ik hier sowieso ingaan. Alleen al voor het liedje. De bomen vind ik wel echt heel erg lelijk. Maar ja, dat is mijn smaak. Bootjes wil ik ook wel gaan doen, een bootattractie. YOLO, die hebben we nog niet gehad namelijk. Ik ga hem hier bouwen. En dan maak ik een baan. En waarom ik dat doe? Als je mensen vrij laat varen, dan komen ze heel lang, doen ze er heel lang over om uiteindelijk bij het station te komen. En als je een baan maakt, dan zijn mensen verplicht om dat baantraject af te gaan. En daarom maak ik een eigen baantje. Het is niet zo moeilijk, mensen. Het is gewoon een logica die ik plaats hier. Kernlogica. En dat liedje, dat doet me deugd. Vind je niet? Dat is weer eens wat anders dan die Ferris wheel die we al 90 afleveringen lang hebben gehoord. Zo, een bootje huren. En wat voor bootjes kunnen we doen? We kunnen rowing boats. 7 stuks rowing boats. En we maken die €2,50. Wel heel prijzig. Ik ben benieuwd of ze daarin gaan voor dat bedrag. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Er gaan al 2 mensen, 3 mensen. Oké, ze betalen het ervoor. Je gaat met z'n 2 roeien. Dus je zit met een onbekend iemand in het bootje. En van YOLO. Hij mag gaan varen. Kijk, en die ander doet gewoon helemaal niks. Hè? De een moet echt keihard roeien. En de ander heeft zoiets van, ik geniet van het uitzicht. En dan heb ik zoiets van, welk uitzicht? Nou, van deze fontein. En wat dacht je ervan als wij nou eens wat vets gaan maken? Kijk, ik ga gewoon eens iets heel raars doen. Ik ga namelijk een stenen muur maken. Let op. Ik weet niet of het lukt hoor. Maar niet zomaar van, nee, vindt het er niet uit. En dan, kijk, dat ziet er leuk uit. Leuk hè? Ik moet nog 1 muurtje naast, want gegarandeerd zeiknat. Toch? Ik denk het wel. Ik denk dat het wel een leuk decortje is dat. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben een achtbaan en die houten achtbaan, die zijn al zo kleren duur. Weet je waarom? Omdat het van hout is sowieso duur. Maar ja, dan heb ik liever dat ze het hout van die bomen hier gebruiken, want die zien er niet uit. Ik vind dat ik deze attractie ook maar niet moet neerzetten. En niet omdat hij zo vet is. Want ik vind er niks aan. Maar omdat ik dit ook moet opverliezen. Zo. Dus als ik nou slim ben, doe ik hem hier. En dan doe ik het pad een beetje aan de zijkant. Helaas moet ik dat zo doen. Maar, wat is er met je helaas? Er is geen helaas aan, want dan kan ik namelijk, even kijken, hier nog wat te vreten neerzetten. Of een wc'tje. Ja, je weet maar nooit. Ze komen uit draaien. Is een draaiattractie. Je kent mijn customers. Die moeten altijd kotsen bij het minst of ringste gedraai. Weet je wat? Ik heb van die bezoekers. En die hebben zoiets van, ja, yeah, we willen in een achtbaan. En hij moet lekker ruig zijn. Anders gaan we er niet in. En dan, ja. En dan plaats je zo'n ruige achtbaan. En dan kotsen ze heel je park onder. En dat is een beetje raar van die bezoekers. Kijk, je zit ook weer een kotsmisselijk mannetje. Kijk, een junior achtbaan. Kom op. Ik kan hem aanklikken. Kijk, dat is echt een schande. Die moet bijna overgeven. Echt bijna. Die staat echt op springen. Nou, het is jammer dat het nu geregend dat ik geen kiosk heb. Dat zou het eigenlijk afmaken. Nou, zie je. Ik heb het park afgesloten. We hebben nu 119 bezoekers aan het park. En de junior achtbaan gaat lekker. Nog niet echt geld slopen. Dus ik stel voor om even de... Ja, toch even de geld cheat te doen. Ik hoop niet dat die negatieve comments overkomen. Vincent, waarom cheat je? Nee, het is gewoon even makkelijk. Ik wil gewoon doorbouwen. Anders moet ik zo lang wachten op mijn geld. Dat is wel zo, denken mensen nu. En doe het maar 1 keer. In het begin. Zo, dan heb ik gewoon een beetje geld. 5000. Dat is wat anders dan 2000. Huppakee. En we gaan kijken wat voor attractie komt er. Frietshop. Een frietshop komt er dan, mensen. Een frietshop.
En die frietshop komt de 17e van april. Nou, dat het mocht ook gewoon de 17e zijn. En hier komt die, de frietshop. En die hebben we nog niet gezien, hè? Dat is een nieuwe. Dat is een nieuwe. Nou, omdat hier nog geen winkeltjes staan, wil ik hier de eerste frietshop openen. Met lekker gezouten friet. Ik geloof dat je bij Rollercoaster 2 of bij Theme Park World... Ik geloof Theme Park World, kon je zelfs bepalen hoeveel zout er op de patat moest. Ja, het ging eigenlijk nergens over, maar dat mis ik nou eigenlijk wel bij dit spel. Maar als ze het hier bij dit spel hadden, had ik zoiets van, ja, waarom zou je moeten bepalen hoeveel zout erop moet? Dat gaat ook helemaal nergens over. Ik huur nog iemand in. En nog een mechanic en een bewaker hebben we ook nog niet ingehuurd, dus die huur ik in. Nou, we weten trouwens ook allemaal dat trucje, als je een bezoeker pakt en die verzuip je in het water. Drowning. Help, I'm drowning. I feel sick. Nou, die gozer heeft wel negativiteit, zeg. Eerst verdrinkt hij, dan wordt hij zich ziek door een junior achtbaan. Nou, ik wil mijn kind hier niet... Kijk, die diehards gaan gewoon achter in de achtbaan zitten, ziet? Zo hoort het ook gewoon, je hoort achter in die achtbaan te zitten. Nou, het park is nog even in aanbouw, zoals je ziet. Wat kunnen we nog meer bouwen? Ik weet het niet. Ik weet wel dat we sowieso ook met geld moeten uitkijken. Want de bootjes worden nou ook niet meer gedaan. En waarom niet? Wat is er mis met de mensen? Wat vinden ze? Oh, we gaan niet in de boot omdat het regent. Oké. Ja, dan ga je in de draaimolen. Dat klopt. De draaimolen staat vol. 1,40. Nou, de park en trains. Kan we die aanpassen? Nee. Ik had gelezen dat je sommige park en trains... Ingangen noem ik het maar. Waarom zeg ik het Engels? Heel moeilijk. Ingangen, die kan je soms instellen op geld en soms niet. Nou, en ik heb dus de moeilijkheidsgraad wat hoger volgens mij. En bij mij kan je dat dus niet doen. En ik geloof dat je dat wel kan doen bij de originele rollercoaster 1. Maar dit is deel 2. Nou, even kijken hoor. Hier kunnen we nog een leuke achtbaan plaatsen even later. Ja, dat gaan we doen. En even kijken, als we hier een achtbaan plaatsen, kunnen we hier nog ook één plaatsen ooit nog. En hier één, dan hebben we 3 achtbaan op zich. Want het vorige park stond echt helemaal vol met achtbanen. Maar dat komt omdat het juist winstgevend was. En ik vind het jammer dat je niet met je geld kan overzetten naar dit. Dat zou ook weer niet eerlijk zijn, want dan zou je dus alles kunnen bouwen in één keer. Dat kan ik sowieso al met die fonteinen. Hé. Hey. Hebben we erover nagedacht? Nou, waarom koopt er niemand ijslollies? Of we hebben 0 verkocht? 0 ijsjes. Koop een ijsje. Oh, de zon gaat schijnen. Misschien ligt het daar aan. Koop een ijsje. Kopen ze drinken? Ze kopen ook geen drinken. Kom op, koop even een lekker blikje drinken. We hebben Fanta en Cola en Pepsi. Nee, ze verdommen het gewoon. Voor mij hebben ze ook niet echt dorst, weet je wel. Kijk, meestal als je voordat je naar een pretpark gaat, dan drink je wat. Heb ik dan wel. Ik ga altijd als ik wegga onderweg, ga ik altijd wat drinken. Maar die mensen hebben denk ik ook al liters gedronken, want die komen pretpark binnen. Die gaan niet denken van ik ga gewoon als eerst een blikje Fanta bestellen ofzo. Nou, die twist die wil ook niet echt lekker gaan. Wat zeggen de mensen? Nou, dat hij toch goedkoop was, maar er staat geen rij voor. Logic hier. Ik laat hem maar minder... Nou ja, ik laat hem wel meer gaan dan. 15 rondjes. Hij gaat 15 keer ronddraaien. Omdat er zo weinig mensen in zitten, vind ik dat wel netjes. Nou, gaat het goed met de achtbaan? Die gaat goed. Die zit aardig vol de rij. En hoeveel bezoekers hebben we al? We hebben 100 mensen gehad. Dus 100 keer 6 euro. 653 winst. Nou, dat is lekker. 653 euro winst. Ja, dit stroomt lekker door hoor, dat geld. Ik vind het jammer dat er maar één karretje is. Ik vind het ook jammer dat het karretje niet langer wordt gemaakt ofzo. Nee, ik kan hem ook niet langer maken ook. Ja, of we moeten perron langer maken. Dan kunnen er meer mensen in. Nee, dat gaat wel goed. Maar ik zit nou te twijfelen. Ik had toch misschien die chocolate log moeten maken. Want chocolate log, die is wel winstgevend. Zal ik die gewoon als eerst doen? Ik kan later altijd zeggen van ik verwijder hem. Het is mijn park. Ik bepaal. Hé, waarom lopen hier al mensen al? Oh, heb ik dat vastgemaakt? Heb ik dat pad doorlopen trekken? Oh, nou slim. Nou, ik plaats hier even kijken of ik een plek heb. Want hij moet natuurlijk wel passen. Even kijken hoor. Waar kunnen we hem... Ja, hier kunnen we hem sowieso neerzetten. Maar ja, dat is niet de goede bestemming. Ik heb liever dat we hem in het water doen ofzo. Dus ik draai hem een paar keer. En sowieso, ik denk dat daarom ook een pittig level is. Omdat hij juist, ja... Weet je, hij is gewoon... Met land en zo is het al vreselijk. Ik kan hem ook alleen hier neerzetten, joh. En dat vind ik echt een
klote locatie dit. Ja, ik bouw hem nog niet. Ik kan wel op zich plek maken voor die attractie misschien. Als je Chocolate Log hebt. Kijk, als we weten dat hij hier past. Hier zo. Dan moet ik dus het pad een beetje anders aanpassen. Hé. Hey. Ja? Waarom doen we dat niet? Vincent, je bent briljant. Thanks. Kijk, stel je voor. We trekken hem hier gewoon door. Zo. Kost wel wat poen, ik weet het. Maar ja, je moet er wat aan doen. En ik sloop hier wat pad zo. Kijk, dit is natuurlijk niet makkelijk. Dus wat je als tip kan gebruiken. Ik kan je dat als tip geven. Je plaatst hier een bord. Met erop verboden toegang. En dat helpt echt serieus. Het helpt echt. Nu gaan de mensen, die komen dus niet meer op dat stuk. Dus dat is dat bordje. Dat was pas bij Rollercoaster 2 was dat. En dat heet de sign. En daar kan je dus opzetten van verboden toegang. Nou, leuk om te weten. Dus als het goed is, komen er daar geen mensen meer die daar naartoe lopen. En dan kan ik alles rustig weghalen. En dan kunnen we daar die achtbaan plaatsen. Zo. Zo. Nou, die heb gewoon pech. Oh, die was bijna verzopen, zag je het? Oh, zo, zag je het? Oh, bijna. Zo. Je gaat lekker terug. En je ziet ook dat niemand meer hier loopt. Want ja, je mag ook niet meer. Ik heb het afgezet. Helaas, pinnenkarsje. Dan hoop ik dat we die achtbaan kunnen plaatsen. Daarvoor hebben we dit allemaal gedaan. Het hele pad aangepast. Jeetje, Vin. Wat een werk. Nou, dat is leuk zo'n steigertje. Ik denk dat je hier in het midden ook wel attractie kan neerzetten. Leuk op het water. Nou, nu kan je dat bordje weghalen. Dan heb je nog $18 winst. Voor de mensen die het willen. En ik denk dat ik dit pad ook maar gewoon aansluit. Geen gezeik. Dan kunnen ze ook naar die achtbaan. Meer klanten, wie weet, vanaf die kant. Ik weet niet of dat echt zo is. Nou, de swinging boats, wordt dat ook goed bezocht? Het was goedkoop, zeggen ze. Oké, dat geeft mij een teken van maak hem duurder. Thanks. Thanks voor je reactie. De merry-go-round, wat zeggen ze? Zullen wat eng is dan de draaimolen? Ja, maar er bestaan ook zoiets als kinderen. Gun die ook gewoon iets. Ja, reuzenrad zeggen ze ook van, ja, het moet wat enger zijn. En hier? Zelfs de Calypso is... Nou... Ik denk sowieso dat deze achtbaan niet echt heel erg eng is. Nou, ze zeggen ook van, ja, het was great, weet je. Het is medium, high, medium. Oké, cool. We gaan kijken of de achtbaan past. Ik weet niet of we genoeg geld hebben voor de Chocolate Log. Hier staat de Chocolate Log. We hebben net genoeg geld. Ik denk dat we heel weinig centjes overhouden. En het zou mooi zijn. Kom op, plaats hem. Kom op. Ik heb... Meen je dit? Kom op. Ga hem plaatsen. Ga je dit menen? Gaat hij hem gewoon niet plaatsen? Nou breek mijn klomp. Godverdomme, heb ik dat hele stuk weglopen? Oh. Deze achtbaan is gewoon ongunstig. Zeg dat dan eerder, dan koop ik gewoon een andere. Ja, die zijn allemaal niet eng. Ja, deze allemaal, die is echt verschrikkelijk duur. Zou ik hem kunnen plaatsen, deze hier? Dit is wel echt een stuk groter trouwens. Zie je, dit is gewoon echt een vreselijk park om te bouwen hier. Zoveel hoogtesverschillen. Weet dat stinklevel? Hier, Levy Lake. Zou nog niet dood gevonden willen worden? Even kijken, dit zijn de achtbanen. Colossus, nou, die past sowieso niet. Ik weet uit mijn hoofd dat dat een hele grote achtbaan is. Vincent's Coaster? Vincent's Coaster. Is dit een... Nee, ik heb niks ontworpen hoor. Vincent's Coaster. Nou, dat vind ik een eer. Dat is apart. Vincent's Coaster. Nou goed, Nou ja. Ik plaats hem maar. Wel een beetje ongunstig daar, hè. Kijk hoor. Ik wil hem best wel hier plaatsen. Ik denk dat hij daar een heel mooi plekje heeft. Ik heb geen genoeg geld. Serieus, moet ik nou geld gaan lenen? Verdikke me. Ik leen 2000. Ja, het is altijd het jaar van de bouw, hè? En het jaar van de bouwen, dat is het beginjaar. Hé.
En ik doe Vincent Coast en die plaatsen dus hier zo. Of tenzij we een ander mooi plekje weten. Je zou hem ook hier kunnen plaatsen. Op zich is dat ook niet heel slecht. Maar ik vond hem daar wel leuk. Maar we kunnen daar een wat grotere attractie plaatsen. Ik denk dat hij hier nog ineens zo slecht staat. Ik denk dat dit een nog leuker plekje is. Ja. Vincent, niet twijfelen, gewoon doen. Vincent's Coaster. En ik maak hem... Oh, dit is leuk. Dit is gaaf. Dit is heel vet. We kunnen een on-ride-foto. Dus als je een foto wil... Op het einde wordt er een foto gemaakt. Dan kan je dus kiezen van... Wil je het fotootje kopen? Nou, dat kost dan 2-3 euro extra. Dus het fotootje kost bijna net zo duur als de attractie. Nou ja, 2 euro verschil. Dat is nogal een verschil natuurlijk. Ik maak hier een pad naar het pad toe. En hier maak ik een... Ik denk een wat langer baantje. En waarom? Omdat barbecues stinken. Dat is echt zo, hoor. Zo, een kleine wachtrij. We gaan hem openen. Deze attractie is geopend. Vincent's Coaster ziet er leuk uit. Lekker compact. Lekker klein. Dus dat betekent lekker veel bezoekers. En we hebben gelijk de Spiral Slide, een nieuwe attractie. Dat is de glijbaan. Die plaatsen natuurlijk in het park. Want wat zou een pretpark zijn zonder glijbaan? Ik zou dan sowieso niet naar een pretpark gaan. Zo. En die maken wij 1 euro of 1,20. Ik vind dat een mooie prijs. We kunnen 5 mensen op de attractie altijd niet vergeten om dat te doen. Nou, frietkraampje wordt goed verkocht. Ik zou daar wel wat drinken bij doen, tenzij er een hoop zout op zit. Dat weet je dus niet. Ik heb geen genoeg geld. Oh, dear. Ik zit echt... Ik had niet eens in de gaten. En jullie zeggen ook helemaal niks. En waarom gaat er niemand in deze prachtige achtbaan? Volgens mij hebben mensen zoiets van... Ik weet niet wat het is. Oh, de testresults zijn er nog niet. Kijk, dit zijn testresults. En zodra mensen dat weten, gaan ze pas in de achtbaan. Kijk, nu weten ze het. Van, oh, high, high, medium. Is een best wel spannende achtbaan. En nu zie je ook gelijk mensen erin gaan. Nou, 5 euro betaal ik er wel voor. Zou ik het 5,50 maken? Ik vind van wel. Deze achtbaan maken we misschien ook wel wat duurder. 6,50? Zou kunnen op zich, hoor. Hè? Nou, dat gaat goed. De Ferris Wheel is dat ook helemaal vol. 1,30. En dan kunnen we die wat goedkoper maken. Zo, mooie verhouding. Zo, nou, dit is het jaar van de achtbanen weer, zie ik. Staat al een rijtje. Ja, er komen mensen in. En wat ik natuurlijk niet moet vergeten zijn de bankjes en de wc's. Als je uitkomt, even een wc'tje plaatsen. Kleine moeite. Huppakee. Oh, ik heb geen genoeg geld. Kom op, er moet er even wat bij. Laten we daarop wachten. 201, kom op. Betaal, mensen. Ik wil die cash zien. Ik vind het ook raar dat er geen btw afgaat en zo. Dat is beter. En ja, ik kan hem plaatsen. Huppakee. 10 cent. En laten we ook de... Kijk hoor, de... Attracties worden ook gedaan. Geresearch. Laten we dit even normal maken. Shops uit, waterattracties uit. Rollercoasters aan, transport mag ook uit. Zo. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En de volgende keer gaan we gewoon verder met dit park. Ik sla hem op als Levy Lake. En tot de volgende keer. Doei doeg!